Welkom. Mijn gast deze week voor het gesprek is niemand minder dan Vlaams minister Matthias Diependalen. En hij heeft geen consultant nodig om uit te leggen hoeveel de Vlaamse regering nu precies uitgeeft aan consultancyopdrachten. En hoe zit het met het sociale woonbeleid in Vlaanderen? Een andere bevoegdheid van hem. Fasten your seatbelts voor het gesprek met Matthias Diependalen. Matthias Diependalen, we zijn blij dat we nog eens een minister van de Vlaamse regering hier in onze studio mogen ontvangen. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Misschien hebt u wel een goede adviseur of een consultant nodig om uit te leggen wat is er nu in hemelsnaam aan de hand met al die consultancyopdrachten. Ja, wel, ik denk dat er met die consultancyopdrachten zelf niks aan de hand is. Maar het gaat dan natuurlijk om de vraag van hoeveel besteden wij daaraan als Vlaamse overheid. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, de voorbije weken is voor mij op dat gebied zeer frustrerend geweest. Waarom? Ik vind goede cijfers heel belangrijk. Dat dacht ik ook, ja. Inderdaad. En ik heb ook bepaalde maatregelen genomen om te zorgen dat we die begroting leesbaarder maken. Dat we duidelijke cijfers over subsidies en dergelijke meer kunnen geven. Nu, wat is hier gebeurd? Ik heb ook in 2021 gezegd van kijk, laat ons in onze boekhouding, hè, want alle facturen die wij als Vlaamse overheid krijgen, en dat zijn er honderdduizenden op een jaar. Honderdduizenden? Inderdaad, ja, die moeten wij opnemen in een boekhouding. En tot 2021 was daar geen afzonderlijke economische code, heet dat, een boekhoudkundige code in onze boekhouding, om consultancy afzonderlijk te zetten. Is dat niet een beetje vreemd? Niet helemaal. Goh, dat is ook weer een technische uitleg, maar dat was eigenlijk in 2018 beslist om dat niet meer te doen. Waarom? Omdat we onze rekeningen, onze boekhouding, meer gingen afstemmen op de prestatiegedreven begroting. En dat we meer gaan kijken naar de maatschappelijke meerwaarde. Dat is nog een heel andere discussie. Dat klinkt allemaal vrij ingewikkeld en technisch. Ik kan het toelichten als u wilt, maar ik denk dat om het punt hier duidelijk te maken. We gaan daar de arme kijker niet mee lastigvallen, maar uw punt is inderdaad, het is ook zeer complex, laten we het daarbij houden. Maar sinds 2021 had ik eigenlijk beslist, laat ons consultancy een afzonderlijk lijntje te maken in de boekhouding. Dus vanaf 2022 weten we precies hoeveel wij als Franse overheid besteden aan consultancy. Dus u wil dat ook wel zelf graag weten en duidelijkheid scheppen, zoals een aantal parlementsleden dat nu willen. Daar staat u eigenlijk achter. Ik heb zelf als Vlaams parlementslid in 2015 en de vragen die nu gesteld worden, ze zullen wel niet gekopieerd zijn, maar zijn dezelfde vraag, dezelfde vraag als dat ik in 2015 gesteld heb. Dus het is dus vanuit die overtuiging dat het inderdaad belangrijk is om te weten hoeveel besteden wij aan consultancy als Vlaams overheid. Maar dat is de reden waarom ik het in 2021 heb aangepast. En dat we dus sinds 2022 mooi kunnen aangeven, we geven 42 miljoen euro in 2022 was dat, aan consultancy. Mm-hmm. Maar de discussie gaat natuurlijk over de periode daarvoor. Ja, en de totaliteit natuurlijk. Hè. Ja, want dat is een eerste ding natuurlijk. Wat versta je nu precies onder consultancy? Want dat is een containerbegrip geworden. Hè? Ja, inderdaad. Maar dat is studieopdrachten, dat is het inwinnen eigenlijk van externe kennis voor uw werking als overheid. Maar daar is in de boekhouding niet, daar is altijd een beetje een interpretatie natuurlijk. Maar dat is redelijk helder. En dat is dus ook helder aangegeven sinds 2022 voor een volledig jaar. Maar de periode daarvoor, en u moet u voorstellen, de vraag wordt gesteld vanuit het parlement van 2019 tot 2022, hè, de periode daarvoor. Maar dat gaat om honderdduizenden facturen die onder een meer algemene term zijn geboekt in onze boekhouding. En daar zitten ook bijvoorbeeld autokeuringen onder, daar zitten ook drukwerk onder, daar zit een leasing van printers onder. En nu wordt de vraag gesteld van filter daaruit wat die consultancy is. Maar dat zijn dus honderdduizenden facturen die we moeten gaan nakijken van manueel. Wat is consultancy? Nee, dat is digitaal natuurlijk. Maar we moeten wel even gaan napluizen. Maar we moeten die inderdaad gaan maken. En dat is natuurlijk een oefening. Ik stel me daar grote vragen bij de meerwaarde, in alle eerlijkheid. Ik begrijp de vraag zeer goed. Maar heeft dat veel meerwaarde om daar nu mensen aan de slag? Dat stel ik me de vraag. En dus voor de toekomst ziet het er beter uit. Juist. Het verleden uitpluizen, dat is een andere zaak. Want u noemt het zelf autokeuringen. Viel dat dan ook onder consultancy? Ja, dat was onder die algemenere term. Dat was niet onder consultancy, maar onder het algemenere boekhoudcode in onze boekhouding viel dat daaronder. Hè. Dat zijn bepaalde uitbestedingen. Externe uitbesteed, juist. En dat was dus meer algemeen. Trouwens, die aanpak was ook goedgekeurd door het Rekenhof. Dus daar was niks mis met die aanpak. Met andere woorden, zoals sommigen misschien suggereren, u hebt eigenlijk niks te verbergen. Want zeggen, die consultancy, daar wil u liever niks over naar voren brengen. Integendeel. En dat is natuurlijk mijn frustratie, want ik krijg nu op mijn kop omdat we de cijfers niet kunnen geven. Maar ik heb net in 2021 beslist om het duidelijk aan te geven, afzonderlijk aan te geven. Want dat is toch frustrerend voor u. We kennen u als een cijferman die graag met de juiste cijfers naar boven komt. En dan krijg je dit op je dak. Hè? Dat is inderdaad zeer frustrerend, ja. Maar het enige wat ik kan zeggen met zekerheid is, sinds 2021, dankzij de ingreep die we toegedaan hebben, hebben we duidelijke cijfers. Ja, de oefening die nu gebeurt voor daarvoor, ik stel daar grote vragen.
vragen bij de meerwaarde, in alle eerlijkheid. Ik begrijp de vraag van het parlement zeer goed. Ik had die vraag ook. Maar ja, die oefening die we nu moeten doen, en waar gaat die eindigen? Ja, dat zullen we zien natuurlijk. Want uiteraard, u hebt het ook zien gebeuren. Eerst komt uw lieftallige collega mevrouw Krevits met 1,5 miljard aan consultancyopdrachten af. Dan wordt dat een paar dagen later wat afgezwakt door uw eminente minister-president Jan Bon naar 640. En ja, waar gaan we nu eindigen? Niemand weet het blijkbaar. Het lieftallige, dat laat ik natuurlijk in het midden. Maar het punt is, Jan Bon, de minister-president, heeft zeer duidelijk aangegeven van dit zijn voorlopige cijfers. Mm-hmm. En dat vind ik een beetje jammer. Het parlement had zelf gevraagd van wij willen de voorlopige versie van dat antwoord zien. En ik denk dat dat fout is. Mm-hmm. Dat is nu in elk geval mijn overtuiging. En dat is ook de leidraad die wij al langer hanteren. Je geeft pas cijfers als die correct zijn, als die duidelijk zijn. Mm-hmm. Dus dat daar... moet beter... Gewacht. Ik vind dat we dan tegen het parlement hadden moeten zeggen van kijk, beste parlement, we hebben op dit moment die cijfers niet en wij gaan geen voorlopige cijfers de wereld in sturen. Dus was het dan een fout van mevrouw Krevits, die u dan toch niet zo liefstallig noemt? Nee, we werken professioneel samen. Okay. Hè. Maar het is niet mijn stijl om mensen onder de bus te gooien natuurlijk. Hè. Dus dat ga ik niet doen. Maar laat het mij daarop houden. Mijn leidraad is, je geeft pas cijfers als die duidelijk zijn, als die correct zijn, als je daar zekerheid over hebt. Fouten zijn altijd mogelijk natuurlijk, maar als je die zekerheid aan het parlement kan geven... Fouten zijn dodelijk natuurlijk in een politieke context. Ja, inderdaad. En de intentie was daar natuurlijk ook om het probleem dat aangekaart werd in de commissie te verdrinken in een groter probleem en iedereen mee te sleuren. Goh, dat is... Daar komen we nog op terug. Maar dat laat de commentatoren om daarover te oordelen. Die 640, dat blijft dan ook in de lucht hangen. De 640 van Jan. Maar daarvan, Jan Bon had zeer duidelijk gezegd van dit is een voorlopig cijfer, maar het parlement had gevraagd om die voorlopige cijfers te krijgen en doet dan alsof dat het nieuwe cijfer. Nee, dat is uitdrukkelijk niet wat de minister-president gezegd heeft. Hij heeft gezegd van dit zijn voorlopige cijfers, we zijn daar nog aan het kijken. Omwille van die oefening die ik u gezegd heb, we moeten uit die vroegere aanpak boekhoudkundig, die ook goedgekeurd was door het Rekenhof, moeten we gaan kijken van wat zit daar consultancy onder. En dat is een heel tijdrovende oefening. Ja. En waarvan ik ook de uitkomst, dat zullen we zien wat dat geeft. Ja. Dus met andere woorden, laten we het daarop houden. Niemand heeft echt fouten gemaakt, het waren misschien... ongelukkige uitspraken. Maar ik zeg het, zou beter naar u moeten luisteren? Ik denk, inderdaad, ik denk dat je altijd de boekhoudregels moet respecteren. En dat moet je ook kunnen uitleggen. En ik ben ervan overtuigd trouwens dat welmenende parlementsleden, ook al heb ik begrip voor de vraag die zij stellen, maar dat zij ook begrip kunnen opbrengen voor het feit van kijk, dit is de situatie die ons boekhoudregels voorgezet heeft. Een beetje goede wil. Ja, en ook, we zitten nu met een nieuw systeem. Ook het oude systeem was goedgekeurd, de oude aanpak was goedgekeurd door het Rekenhof. Dus dat kan je niet zomaar in vraag stellen. Maar dan kunnen we dus niet die gedetailleerde cijfers geven zoals die we vandaag, dankzij mijn ingrepen, wel kunnen geven. Nu, ook naar de kern van de zaak. Waarom heeft die Vlaamse regering nu consultancy nodig? Want daar worden dan ook vragen bij gesteld, los van hoeveel het kost. Ja, inderdaad. En dat wordt een beetje in vraag gesteld, hè, van is dat wel nodig? Maar daar ben ik heel radicaal in alle eerlijkheid. Ja, dat heeft een meerwaarde. Ik vind het bijzonder kostenefficiënt van een overheid, en dat is mijn belangrijkste invalshoek natuurlijk, om op consultancy beroep te doen, om de meest up-to-date informatie, kennis die er in de samenleving aanwezig is, om die binnen te trekken. De showbleu van de Vlaamse regering. Ja. Verwijs het naar de Duitse minister van Financiën niet op met zijn zwarte nul. Maar daar gelooft u wellicht in. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat wij moeten gaan kijken, en dat is case by case, dat is geval per geval, moeten gaan oordelen van is het kostenefficiënt om zelf die taak binnen te halen binnen onze Vlaamse overheid. En ik heb zeer veel waardering voor onze Vlaamse ambtenaren, want daar zitten volgens mij absoluut pareltjes tussen. Maar soms is het gewoon niet kosten te verantwoorden in uw uitgaven om dat zelf aan te houden. En dan doe je beroep op extern. Want dat is vaak het verwijt dat men dan ook geeft aan die Vlaamse regering, u snoeit, u haalt mensen weg enzovoorts. En dan via de achterdeur komen dan de consultants binnen die daar goed aan verdienen. Laten we eerlijk zijn, ze verdienen daar goed aan. Dat is laar. Ja, die vragen natuurlijk, dat zijn markten, dat is een marktwerking. Hè. Daar speelt ook de vrije markt. En die vragen de prijs die via een openbare aanbesteding trouwens bepaald wordt. Maar het is natuurlijk laar dat het een door het ander vervangen wordt. Hè. Als je gaat kijken naar de loonkost die wij... Puur enkel alleen het ministerie Vlaamse Gemeenschap gaat dat op 1 miljard 54 miljoen in 2022 ongeveer. Op een totaal van?
Het totale, hoe bedoelt u? Op de totale begroting van 50. Ja, zo'n dus 55, 57 ja. miljard zijn. En vorig jaar was dat nog een 50 miljard. Mm. Hè, dat is een deel gestegen met de indexatie, inflatie. Maar als je dat afzet tegenover het bedrag dat we in 2022 hebben gegeven aan consultancy, ja, dan is dat 4% ongeveer. Ja. 4%. Maar dat is natuurlijk de kost. Daar kwam Philip Muiters, dacht ik, op tussen beide in de discussie. Die noemde ongeveer dat cijfer. Van, ja. What's the problem? Dat is normaal in elk normaal bedrijf gebeurt dat ook. Inderdaad, elk zichzelf respecterend bedrijf zal dat ook doen. Zal daar beroep op doen. En je doet dat trouwens om te zorgen dat je de beste dienstverlening kan leveren aan je burgers. Ja. Maar waarom zou die beste dienstverlening dan niet binnen de administratie kunnen zitten? Kostenefficiënt. Dat is puur kostenefficiënt. Het zou veel duurder zijn om die up-to-date en voortdurend, dagelijkse, beste en top-of-the-bill informatie, kennis intern te onderhouden, want je moet je mensen voortdurend naar opleiden. Eigenlijk het mooiste voorbeeld waarmee dat je het kan aangeven is ICT. Mm-hmm. ICT verandert voortdurend. We hebben nu weer heel de nieuwe luik dat open gaat rond artificiële intelligentie. Ja, ja, wie verstaat daar nog iets van? Ja, dat zijn experts. Hè? Het is inderdaad, het is onmogelijk om als overheid daar voortdurend zelf de mensen te hebben die top of the bill zijn en die te gaan betalen. Dat zou wel mogelijk zijn, maar tegen een onverantwoorde kost. Ja. En dan ga je inderdaad beroep doen op externe. Okay. En dat lijkt me perfect te verdelen. Maar ik denk ook aan een paar andere voorbeelden, zoals de Big Four, de Deloitte, Ernst & Young, KPMG en de PwC's van deze. Die maken ook rapporten, die moeten ook dingen schrijven, studies. Ja, is het dan niet een gevaar dat het op de duur niet meer objectief wordt? Namelijk, die bedrijven worden daar rijkelijk voor betaald, die gaan niet in de hand bijten van degene die hen voedt natuurlijk. Nee, maar dus die rapporten zullen altijd positief zijn voor de Vlaamse regering. Daar ben ik van overtuigd van niet. Als dat bedrijf zichzelf een beetje respecteert, gaan zij moeten zorgen dat ze correcte informatie aanleveren. En anders stellen zij natuurlijk hun eigen geloofwaardigheid te grabbelen. En dan gaat die in vraag gesteld worden. Ten tweede, je mag ook niet vergeten dat is een openbare aanbesteding. Dus er zal altijd onderhandeld worden of er zal een competitie zijn. Ten derde, het kan ook zijn dat onderzoeksinstellingen daaraan deelnemen. Hè. Ook heel veel van die studieopdrachten gaan naar universiteiten of andere onderzoeksinstellingen die we hebben en die daar ook voor vergoed worden. Evident. Dus in die zin, die competitie is daar open en dat lijkt mij een goede aanpak. Dat lijkt mij een heel terechte manier van werken. De overkant van de straat, nog een grote speler, McKinsey, met Bpost. Ja, je ziet ook waar het kan foutlopen natuurlijk. Inderdaad, maar dat is een heel andere situatie natuurlijk. Hè. Dat is een situatie maar waarbij dat moet bij u toch ook misschien een knipperlicht doen branden van je moet daar toch wel geweldig voorzichtig mee opspringen. Absoluut, daar ben ik helemaal van overtuigd. Maar hier ging het effectief over MC Kenzie, zoals het ondertussen gemeenzaam genoemd wordt. Ja. Maar dat die binnengetrokken werden op een kabinet om daarmee regelgeving te schrijven, dat lijkt mij nog een heel andere situatie. Via Bpost dan natuurlijk, via die detacheringen. Maar dat denk ik dat niet te vergelijken is bij wat wij binnen de Vlaamse overheid doen. En dat is via aanbestedingen beroep doen op, dikwijls zijn dat raamcontracten ook, maar beroep doen op die studieopdrachten. Okay, dus u gaat geen MC Kenzie nodig hebben om uw probleem van de cijfertjes over de consultants bijeen te sprokkelen? Nee. Maar voor alle duidelijkheid, wij doen bijvoorbeeld ook dikwijls beroep op die Big Four die u noemt, of ook andere instellingen, om audits te doen. En dan is dat zelfs zo dat wij in afspraak met het Vlaams parlement, dus waarvan sommigen nu zo hard luid roepen. De grote critici. Ja, inderdaad, dat wij met hen de afspraak hebben dat we die audits expliciet laten doen door externen. Bijvoorbeeld de uitgavendoorlichting is iets wat ik ingevoerd heb. En dat is om te gaan kijken van worden onze uitgaven wel goed besteed. Hè? Bereiken we de maatschappelijke meerwaarde die we op het oog hebben. Wat er is met het parlement afgesproken hè, in onderling overleg, dat we dat voor een deel door externe laten doen. Dat is ook zeer belangrijk. Soms heb je echt wel dat derde paar ogen nodig om op uw zaken toe te zien. En daar zijn dan de grote criticasters het ook mee eens op dat punt met u. Ik denk het wel. Anderen moeten hun mening maar verkondigen. Hè? Maar ik vind het absoluut te verantwoorden. Altijd natuurlijk in een gezond. Er moet altijd een afweging gemaakt worden. Hè. Wanneer is het een meerwaarde, wanneer niet? Wanneer is het kostenefficiënt, wanneer niet? Maar in het gros van die gevallen en voor de beperkte mate in vergelijking met het totaal wat we besteden, denk ik dat het absoluut te verantwoorden is. Oké. Dus die grote berg van 1,5 miljard, dat zal het dan zeker niet worden. In die 1,5 miljard zaten ook andere zaken die uitbesteed worden. En dat is nog een keer een andere discussie. Ja, dat klopt. Want dan zouden we over de autokeuring kunnen beginnen. Juist. En de vragen van
is dat nu allemaal wel efficiënt? Want dat werkt blijkbaar niet. Ja. Maar goed. Nu, voor alle duidelijkheid, ook daar is dezelfde overweging. Het moet gaan om kostenefficiëntie. Mm-hmm. En om je daar een heel simpel voorbeeld, denk dat iedereen dat wel kan begrijpen, het poetsen. We hebben heel veel gebouwen met de Vlaamse overheid. Daar zitten ambtenaren en dergelijke meer. Gaan we die nu zelf poetsen? Houden we dat personeel zelf? Gaan we vastbenoemde poetsvrouw inderdaad, ja. Of doen we dat extern? Want dat is puur een business case die bekeken wordt. Voor de grote gebouwen doen we dat zelf. Waarom? Je hebt voldoende kritische massa dat het kostenefficiënt is om dat zelf te doen. Maar we hebben ook veel kleinere gebouwen, hè, waarbij je maar 1 of 2 of 3 poetsvrouwen hebt. Dan is het niet kostenefficiënt om daar iemand voor vast in dienst te nemen. Want dat wordt uitbesteed. En dat is een heel duidelijke business case die tegen elkaar afgezet wordt. En ook, een beetje ideologisch als ik het mag zeggen, de overheid is ook geen jobmachine. Hè, nee, inderdaad. Om mensen aan het werk te houden. Inderdaad, ja. En ik heb nu gemerkt dat sommigen het personeelsbeleid zelf, dus het aanwerven van ambtenaren als doelstelling zetten. Mm-hmm. Ja, nee. Voor mij is wat cruciaal is tegen de juiste kost een correcte dienstverlening kunnen bieden aan die Vlaming. En dan heeft het aantal personeelsleden en zo, is daar irrelevant voor. Staat daar los van. Dat hadden we niet anders van u verwacht, uiteraard. Hè. Een ander groot domein waar u ook verantwoordelijk voor is, zijn sociale woningen nog. Mm-hmm. Een beetje een molensteen rond uw nek, want u krijgt daar ook veel kritiek op van, u zit bovenop een berg geld, hè, bijna 2 miljard als ik het goed begrepen heb, en tegelijk staan er meer dan 180.000 mensen op uw deur te kloppen. Ja. Ik zie dat anders. De keuze die we gemaakt hebben is heel duidelijk. Je begint aan de legislatuur en je ziet daar, er is hier een probleem. Mm-hmm. Die sector is al een eeuw oud ongeveer, een 100-tal jaar dat we sociale huisvestingsmaatschappijen hebben. En je ziet van, kijk, wij maken politiek de keuze om daar een recordbedrag aan te besteden aan sociale woningen, mm-hmm. 1 miljard, maar de sector krijgt het niet uitgegeven. Dan kan je 2 dingen doen. Je kan als politicus blijven zitten en zeggen van, het is de sector zijn schuld. Mm-hmm. Ik heb de middelen ter beschikking, maar ja, als er... Ze doen niets. Dat is de gemakkelijke oplossing. Ik heb er uitdrukkelijk voor gekozen, dat gaan we niet doen. We gaan die sector hervormen. We gaan die sector versterken. Maar dat is altijd zo. Als je zoiets doet, is dat op lange termijn natuurlijk. En je krijgt daar niet onmiddellijk de resultaten maar van te zien. Maar heeft u dat dan niet een beetje onderschat vanuit uw voluntarisme om dat te doen? We gaan hier eens alles tabula rasa maken. Nee. En nu zit alles strop. Eerst en vooral, het is geen tabula rasa geweest. En ten tweede, ik schaam me er absoluut niet voor om beleid te voeren op lange termijn. Mm-hmm. Als je weet dat een bouwproject gemiddeld tussen de 4 à 6 jaar doorlooptijd nodig heeft, dan weet je dat je in die bouwsector bezig bent met lange termijn. Maar bent u ook niet op oude demonen gestuit? Want we weten allemaal, die sociale woningsector was vanuit het verleden, zoals u noemt, tientallen organisatietjes, bij allemaal verzuild, een blauwe groep, een rode, een van de Christendemocraten. Inderdaad. En nu moet dat allemaal hervormd worden, en dan voel je maar natuurlijk weerstand. Hè? Nee, want dat loopt zeer goed. We gaan de timing van 1 juli 2023 normaal gezien halen voor alle woonmaatschappijen. Misschien zal er 1 of 2 nog problemen geven, maar die lossen we dan ook wel op. Dus ik denk in alle eerlijkheid, en ik ben de sector daar zeer dankbaar voor, dat men heeft meegewerkt om dat tot een goed einde te brengen. En daar ziet het nu ook naar uit. Natuurlijk vertekent zich dat nog niet in een hogere bouwritme. Ja. Dat zal moeten opgebouwd worden de komende maanden en jaren. Zich af, heeft u niet wat te veel te wild om zich heen geschopt, de porseleinenwinkel van de sociale woningmaatschappij? Integendeel, want zoals ik zeg, de sector heeft meegewerkt en heeft ook die doelstelling van het hoger bouwritme voor ogen gehouden. En ik denk dat men daar ook in gelooft dat die hervorming nodig was om een sneller bouwritme te... Nee, want ik begrijp niet goed waar u naar verwijst, waar dat er brokken zouden gemaakt zijn. Omdat ik ervan uitga dat die maatschappij misschien iets staat te springen om te veranderen. Hè? Nee, er zijn inderdaad, dat heeft in het begin zeker, en ook voor personeelsleden die soms ergens anders moeten gaan werken en zo, dat heeft zeker zijn problemen, zijn uitdagingen met zich meegebracht. Maar het mooiste bewijs is, we gaan de deadline van 1 juli nu halen, dat is mijn overtuiging, 1 of 2 gevallen niet te nagesproken, en de sector heeft zich daar heel hard aan meegewerkt. Ik ben die daar zeer dankbaar voor, echt waar. Ik heb ook altijd beseft dat het een zeer moeilijke opgave was voor die sector. We hebben ook ons uiterste best gedaan om die sector heel goed te ondersteunen vanuit de Vlaamse overheid, onder andere trouwens ook door begeleiding te voorzien, door consultants en dergelijke meer. Dus ook daar. En dat heeft zeer goed gewerkt, dat heeft zijn vruchten afgeworpen. En er is natuurlijk de vraag, ik neem aan dat u daar, omdat ik weet dat u daar ook zeer gevoelig voor bent, wat zegt u dan tegen die 180.000 mensen die, nog wat geduld, komt allemaal wel in orde, het is op lange termijn, maar nu...
Ja, nee, we hebben die hervorming gedaan om die mensen te kunnen helpen. Maar een paar zaken. Hè. Eerst en vooral, die 180.000 mensen worden niet aan hun lot overgelaten. We hebben vandaag ook huurpremies, we hebben huursubsidies. Er is ook al ondersteuning voor mensen die op die wachtlijst staan. Die slapen niet allemaal op straat. Nee, inderdaad. En dat beeld wordt soms gewekt. En vorige week was daar ook PvdA die ronduit met leugens afkomt dat de wachtlijst, dat je daar 150 jaar op staat. Dat is belachelijk tot en met, want dat is helemaal niet waar. De gemiddelde wachttijd in Vlaanderen, en die is een pak beter dan Wallonië, die een uitdrukkelijk socialistisch beleid voert, of Brussel, wat uitdrukkelijk socialistisch is, is een pak lager hier in Vlaanderen en draait rond de 4 jaar. Mm-hmm. Waarom? Omdat je natuurlijk ook mensen hebt die overlijden, die ervoor kiezen om naar die private huurmarkt te gaan. En dat is redelijk. Ja, maar goed, dat is... 4 jaar is ook... Het is 4 jaar natuurlijk. Je zal maar in zo'n situatie zitten. Ja, en dat is ook de reden waarom dat we een recordbedrag uittrekken om te investeren in die sociale huisvesting. Maar dat duurt inderdaad zijn tijd. Je krijgt dat niet op één dag gekeerd. En ik vind trouwens ook dat sociale woningen is niet het enige woonbeleid dat wij mogen voeren als Vlaamse overheid. Er zijn ook uitdagingen op de koop, de eigenaarsmarkt. Er zijn ook uitdagingen op de private huurmarkt. En daar hebben we ook op gefocust. We hebben ook maatregelen daarvoor genomen. Ja. En die vind ik minstens even belangrijk als het wegwerken van die wachtlijst. Ik lees de uitspraak van de Hugo Beersman, de voormalige topman van het Vlaams Agentschap Wonen. Die zegt, ik denk dat nu de verplichting of het streefdoel is ongeveer 5% in elke gemeente. Dat zou moeten stijgen, zegt hij, tot 14, tot 20% zelfs in de grote steden. Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Ik vind dat wij als overheid, en daarvoor doen we beroep op de solidariteit van dat andere percentage, want dat is de keerzijde natuurlijk. Hè. Andere Vlamingen dragen daarvoor bij. En ik vind dat we moeten die mensen ondersteunen die er effectief nood aan hebben en die onze hulp nodig hebben om in een woning te voorzien en dan van daaruit een menswaardig leven uit te bouwen. Maar het pleidooi dat men soms hoort, of dat in die hoeken gedaan wordt, in linkse hoeken gedaan wordt, om zoveel mogelijk, vind ik niet. Ik ben het daar niet mee eens. Mm. Ik vind dat wij mensen in de eerste plaats, en dat blijft mijn beleidsprioriteit nummer 1 als minister van Wonen in zijn totaliteit en dus niet alleen minister van Sociaal Wonen, dat is dat zoveel mogelijk mensen een eigen woning in eigendom moeten kunnen hebben. Maar natuurlijk en daar hebben we ook heel hard op ingezet. Maar die laagste inkomensgroepen, die hebben dat niet. Daar zijn bijzonder weinig eigenaars natuurlijk. Maar nogmaals, om op een hele dure markt te gaan huren. Maar nogmaals, voor die het nodig hebben, die onze hulp nodig hebben, daar moeten we inderdaad op kijken van wat gaan we daarvoor doen. Daar zijn die sociale woningen voor. En daarom zet ik ook in op die hervorming. Zetten we ook een recordbedrag daarvoor aan de kant om die sociale woningen te voorzien. Dus ik trek dat niet in twijfel. Maar de vraag is natuurlijk, waar ligt de grens van? We vragen aan mensen om zelf in een woonbehoefte te voorzien. En waar denken we dat we een beroep kan doen op de maar overheid? Maar het is toch een beetje eigenaardig dat een minister van Begroting dan zegt, ik heb hier 2 miljard en ik kan er niks mee doen. Dat klinkt onlogisch. Nee, het is geen 2 miljard trouwens. Hè. En ik denk niet dat dat zo onlogisch is. Ik denk dat wij de keuze maken van waar willen we op inzetten. Het is trouwens een lening. Hè. Dat is geen geld dat daar ligt. Okay. Ja, maar vaak wordt het zo voorgesteld alsof inderdaad. U op een zak geld zit waar u niks van wil uitgeven. Nee, en nuance is soms moeilijk te brengen in het debat, maar dat is dus een leningsmachtiging heet dat. En dat betekent dus dat sociale huisvestingsmaatschappijen bij ons kunnen komen lenen aan min 1%. Ja. Hè. We moeten dus minder terugbetalen dan men krijgt. En dat is dus geen zak geld die daar ligt. Het is inderdaad zo dat ik het belangrijk vind als minister van Begroting. Wij maken een politieke keuze om daar zoveel centen aan te geven. Dan is het belangrijk dat we die centen daar ook effectief dat we die uitgegeven krijgen. Onderbenutting is geen doelstelling op zich. Dus het niet uitgeven. Ja. Maar anderzijds moet je natuurlijk ook zien dat het de sector daartoe in staat is om dat te doen. En dat is het voorlopig dus niet, maar u had een vandaar alternatief. Die hervorming. Maar goed, die hervorming, hopelijk komt ze dan snel door, zoals u zegt, tegen 1 juli. Maar dan gaat u intussen een poging doen om de privéontwikkelaars mee in te schakelen. Absoluut, ja, inderdaad. We gaan inderdaad gaan kijken van de sector kan het niet volledig aan. En we gaan kijken hoe kunnen we zorgen. En dat is zeer belangrijk. Hè. Ik ben niet alleen minister van Sociaal Wonen. Ik ben ook minister van de private huurmarkt en van de private koopmarkt. En ook daar moeten we maatregelen nemen. En wij hebben inderdaad gedacht van, kijk, je zit daar met het niet uitgegeven budget of niet gebruikte leningen voor sociale woningen. Laat ons kijken of we dat niet ergens kunnen gebruiken waar ook een groot probleem is. En dat is de onderkant van die private huurmarkt. Want daar zitten mensen die geen beroep kunnen doen op de sociale woning. Ja, omdat hun inkomen maar, net te hoog ligt, inderdaad, bijvoorbeeld. Inderdaad, en dat zijn dikwijls de lagere middeninkomens. En die worden ook geconfronteerd met een heel grote uitdaging. Volgens de Nationale Bank zijn dat zelfs de mensen die het de laatste jaren het moeilijkste hebben. Ja, die zitten zo tussen hangen en wurgen, want ze kunnen op weinig dingen een beroep doen en ze moeten hun plan maar trekken. Inderdaad, dus heb ik gedacht van kijk, laat ons daar een keer kijken. Trouwens ook
puur als je die woningmarkt bekijkt, zit daar een probleem van aanbod. We hebben te weinig aanbod van betaalbare woningen in Vlaanderen. En dus zijn we gaan kijken, hoe kunnen we daar een antwoord op bieden? Nu, wat is daar uiteindelijk uitgekomen? Dat is geconventioneerde verhuur, zijn gemengde projecten, waarbij dat 1/3 sociale woningen zal zijn. En dat is alleen daarvoor dat we die budgetten gebruiken die we niet benutten voor de sociale huisvestingsmaatschappij. Expliciet voor die sociale, het sociale luik, zal ik maar zeggen. Inderdaad. Ja. Maar die zullen gebouwd worden door private ontwikkelaars, maar verhuurd door sociale verhuurkantoren of sociale huisvestingsmaatschappijen, woonmaatschappijen. Het volgende 1/3 zullen betaalbare woningen moeten zijn. Dat betekent dat die onder een bepaalde huurprijs moeten zijn. En die moeten nog goedkoper dan de marktwaarde moeten die verhuurd worden. De markt is krankzinnig op dit moment. Zijn de prijzen... En we kunnen daar dan een deel naar beneden doen. Dat zal maar een beetje een druppel op een hete plaat, maar dat zal ook wel een beetje, zeker daar in die regio, een temperend effect hebben op de rest van de huurmarkt. Maar dan is ook de vraag, moet de overheid dat doen? Want als je dat doorspeelt aan die privéontwikkelaars, arm worden die daar niet van. Hè? Die worden daar goed voor vergoed en bovendien gaan ze er ook nog eens serieus hun geld aan verdienen. Nee, ik heb het geprobeerd. En gaat dat dan allemaal niet de prijzen naar omhoog duwen? Nee. Dat zeker niet. Hè. En ik heb het geprobeerd als ze het zouden doen voor mijn blauwe ogen, maar dat is niet het geval, dat is niet gelukt. Hè. En we gaan inderdaad hen daar een bepaald rendement voor geven. Maar dat rendement is niet abnormaal. En waarom moeten we dat doen? Het stond deze week trouwens nog in de krant. Het is zo dat het luxe vastgoed nog altijd het grootste rendement heeft. En als een private ontwikkelaar zegt van ik wil bouwen, dan gaat hij een groter appartement of een duurdere woning of wat dan ook. Waarom? Omdat daar nog de grootste winsten te behalen zijn. Als wij nu vragen van hen, van beste ontwikkelaar, wij vragen u om een specifiek aanbod betaalbare woningen te realiseren, dan gaan we er ook iets tegenover moeten stellen. En dan gaat hij wel geïnteresseerd zijn om erin te stappen. Gedaan. Inderdaad. Nee, en anders gaat men dat niet doen. Ja. Mevrouw Van den Bos heeft dat in het verleden geprobeerd met bescheiden woningen. Dat was een ander systeem een beetje, want het ging ook door woonmaatschappijen. Maar dat is niet gelukt. Dat heeft geen succes. Er zijn veel te weinig woningen gebouwd. Wij gaan het nu hiermee proberen. En inderdaad, wij gaan die private ontwikkelaars daarvoor moeten een rendement... Want je ziet nu ook private ontwikkelaars die bijvoorbeeld oude appartementsblokken opkopen, oude sociale woningen, die renoveren en daar dan nog goed hun geld aan verdienen. Dat klinkt een beetje vreemd allemaal, waardoor vaak de oorspronkelijke bewoners verdwijnen en een rijkere middenklasse in die gebieden komt wonen. Denk... En dan, dat is toch vreemd allemaal? Ja, maar ik vind het een beetje karikatureel gesteld. En vooral de beroemde gentrification, men daar ook mag onder verstaan. Maar we werken dus op verschillende pistes, dat geconventioneerd verhuren, heb ik u nu gezegd, om het betaalbaar aanbod te krijgen. Hè. Dus dat die een ontwikkelaar daar inderdaad in investeert, maar hij zegt van, wij gaan zorgen dat hier een betaalbaar aanbod wordt gegeven. En ten tweede, wij hebben het trouwens ook iets moeilijker gemaakt. Hè. Voor mensen... Dat hangt er nu wel vanaf natuurlijk of dat voor een investeerder is die verhuurt of niet. Maar daar hebben de registratierechten van 10-12% gedaan. En dat is onder andere om te zorgen dat die concurrentie tussen mensen die voor zichzelf kopen aan 3%, dat die een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van een investeerder om te verhuren. Kan je dan ook beginnen sturen als overheid in een zekere zin? Een beetje, toch? Ja. Maar je moet altijd voorzichtig zijn, hè? Want u verwees daar juist naar iemand die pleit om dat naar 20% te doen. In Nederland heeft men sociale woningen, dat is een beetje een andere definitie, maar is 30%. Kijk eens naar Nederland. Men zit daar met gigantische problemen. Ja? Een gigantische wooncrisis. Zijn er ook nooit uitgeraakt. Inderdaad, die veel groter is dan in Vlaanderen. En waarom is dat in mijn ogen? Omdat men inderdaad vanuit de overheid te veel heeft willen ingrijpen op die markt, waardoor dat het aanbod niet is gerealiseerd de laatste 10 jaar. En nu zit men met de gebakken peren. En dan zijn er nog mensen hier in Vlaanderen die zeggen, dat is het voorbeeld. Nee, ik denk geen niet. Voorbeeld. En de moeilijke rol van de overheid om daar dat is heel in te sturen, voorzichtig. Te veel of te weinig. Inderdaad. En voor u mag het zeker niet te veel zijn. Apropos, u bent natuurlijk een prominent lid van de Vlaamse regering. Ik wou bijna zeggen, hoe is de sfeer? Want er zijn dit jaar toch uitzonderlijk bij mijn weten een paar zeer moeilijke momenten geweest. Ik moet u daar niet aan herinneren. Ja. De uitgestelde septemberverklaring onder druk van de CD&V. Dan dat moeilijke stikstofakkoord dat nu nog moeilijker dreigt te worden met de Boerenbond enzovoort. Misschien ook met dank aan CD&V. Is de sfeer nog goed? Niemand zal dat ontkennen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet in die Vlaamse regering getreden om vrienden te maken of om een leuke tijd te hebben. Hè. We moeten beslissingen nemen. Ja, maar dan kan je beter een hond kopen, het beroemde citaat. Zover wil ik het nog niet trekken. Ik denk wel dat het mogelijk is om vrienden te hebben in de politiek. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. De bedoeling is om beleid te voeren. En wat we met deze Vlaamse regering wel gedaan hebben, is beslissingen genomen. Het stikstofakkoord is al een probleem dat 20 jaar aansleept. Wat wij hebben het gerealiseerd.
georganiseerd. Mm-hmm. We hebben na de grootste crisis die er geweest is de laatste jaren, of twee crisissen zelf, die elkaar in sneltempo opvolgen, hebben we toch uitzicht op een begroting in evenwicht. En dan allee, ja, dat, maar is het, zegt men, u, dat is het belangrijkste. U bent veel te streng. U bent de Mr. Scrooge van de Vlaamse regering. Dat is een beetje een andere vraag dan de vorige, ja. Maar dat had mij de vorige juist. Ik zie andere regeringen in dit land, hè, waar het misschien zeer plezant is, alsof ik me daar ook mijn twijfels over heb, maar daar zie ik geen hervormingen uitkomen. Mm-hmm. Daar zie ik geen gezond financieel beleid. Dus geef mij maar een regering die beslissingen neemt. En dan doet de sfeer er niet zoveel toe. Maar verwijt u niet een van uw trouwe partners, de CD&V, dat ze het nu dit jaar toch wel heel bond hebben gemaakt? Goh, maar ik moet geen uitspraken doen over hoe een andere partner zich gedraagt of niet. Laat anderen dat maar doen. Ja, inderdaad. Ik verdedig het beleid dat ik wil voeren. Hè. En dan heb ik het graag over uw budgettaire vraag die u direct stelde. Kijk, om het heel algemeen te stellen. Hè, je weet niet wat er morgen komt. Mm-hmm. We hebben geen glazen bol om te zien wat dat de toekomst nog geeft. Maar wat we wel hebben, is een hele goede achteruitkijkspiegel. En als je in die achteruitkijkspiegel kijkt, dan ga je zien dat je om de x jaar, om de 10 jaar ongeveer, heb je een grote crisis. Mm-hmm. En we hebben altijd de neiging om ons voor te bereiden op de crisis die net gepasseerd is. Dus nu zijn we allemaal kosten aan het maken om ons voor te bereiden op de crisis die gepasseerd is. En dat lijkt mij een goede zaak. Maar misschien is het morgen terug een bankencrisis die komt. Mm-hmm. Misschien is het een sociaal-economische crisis, een klimaatcrisis. Ja, we weten het niet. Noem maar op. Ja. En het enige wat je nodig hebt om elke crisis van de toekomst aan te pakken, het zullen altijd centen zijn. Mm-hmm. Dus ja, ik pleit ervoor om altijd te zorgen dat je begroting in evenwicht hebt, dat je een gezond financieel beleid hebt, want dat is de enige zekerheid die je aan burgers kan geven, van beste burger, ondernemer, werknemer, gepensioneerde, wat dan ook. We got your back. Ja. Wij zijn er voor u als het morgen misloopt, maar onze overheid staat klaar, onze boeken zijn in orde om u te steunen. Goed. De echte schatbewaarder bijna van Vlaanderen, om een oude term te gebruiken. Ja, inderdaad, maar dan zou ik de samenleving als schat beschouwen. Mm-hmm. En dat is die we moeten in bescherming nemen. En daar hebben we centen voor nodig. Want u hebt nu nog een jaar te gaan. Hè. We zitten begin juni, volgend jaar zitten we los in de verkiezingen. Op verkiezingsdag dat gaat geween en tandengeknars worden, vrees ik. Hoe kijkt u ernaar? Goh, ik focus me vooral op het werk dat we nu nog doen. En ik denk dat we veel doen in dat jaar, nee ja, toch? Ik denk het wel, En zeker nog een paar zaken die moeten gebeuren in elk geval. Maar waar ik vooral de uitdaging zie, is natuurlijk het uitleggen aan de mensen waarom we bepaalde maatregelen nemen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat we onszelf voortdurend de afgrond inpraten. En daar doe ik niet aan mee. Ik vind dat we hier in Vlaanderen een paar grote stappen vooruitgezet hebben. Dat we hier nog altijd op een van de beste en leukste plaatsen van heel de wereld leven. En ik doe niet mee aan het negatief gedoe. En waar ik mij vooral aan ergere politici die er middenin zitten, die zelfs in het parlement zitten, maar zich gedragen alsof dat die andere politici, dat zijn allemaal slechte. Mm. En die politiek is toch iets vies en vuil. Okay. Daar doe ik niet aan mee. Ik dus snap dat wel, maar voorzitter, Bart de Weer, heeft er toch ook het handje van aan van allerlei hel en verdoemenis over ons af te roepen. En Nee. Toch geen vrolijke jongen. Er is iets anders met uitdagingen aangaan, want er zijn uitdagingen in het land. Maar ik heb het vooral over het feit, en dat zal Bart zeker niet doen, hè. Bart weet welke rol hij zelf speelt en neemt die ook op. Maar het is we er buiten gaan staan en dan wijzen naar, laat ons onze verantwoordelijkheid opnemen en laat ons dat ook uitleggen. Er is veel boosheid, maar ik ben ervan overtuigd dat we die voor een groot deel kunnen wegnemen door uit te leggen wat we doen en waarom we het doen. En u legt het ongetwijfeld bijzonder goed uit, kan ik zelf vaststellen. En dan is het ook niet verwonderlijk dat uw voorzitter Bart Wever zegt, daar zit de volgende Vlaamse minister-president in levende lijven. Ja, maar dat is natuurlijk zeer fijn om die erkentelijkheid te krijgen. Toch een erkenning. Ja, absoluut. Ja. En dat is natuurlijk wel fijn. Maar dat is niet. We zijn nog met heel andere dingen bezig nu, nog een jaar lang. Ja. En in de politiek is 2 weken al lang, dus een jaar is een eeuwigheid. En dat zegt inderdaad een wijs politicus door de wol gevreft. Die weet dat hij op zo'n vraag dat antwoord moet geven. Hartelijk dank om op onze centen te letten, zou ik zeggen, Matthias Diependalen. En dan laat ik u aan uw volgende taak. Graag gedaan.